Minister R.O. bracht bezoek aan Centrale Markt. Overheidsbetalingen aan kindertehuizen vandaag voldaan. En begroting bouw kinderziekenhuis op Trinidad aangepast. Het zit erin dat de Centrale Markt na ordening en regulering op zichzelf kan functioneren, zei minister Stanley Bettersen van regionale ontwikkeling na de eerste beoordeling. Hij bracht vanmorgen een bezoek aan de Centrale Markt Paramaribo. In verband met het herstructureren van het marktwezen in Suriname is de aandacht direct uitgegaan naar deze markt. De commissie Herstructurering Marktwezen heeft de minister een voorlopig rapport aangeboden. Hieruit blijkt dat met de komst van de nieuwe marktleider Stefanus Korendam de opbrengsten van de markt zijn toegenomen met 6000 SRD. Een van de bevindingen van de bewindsman is dat niet een ieder bij machte is om te kunnen betalen voor de standplaatsen. Zo hebben we gezien bijvoorbeeld dat alvorens de commissie was ingesteld en voordat we de marktleider hadden gewisseld, de markt een opbrengst had van 4000 SRD per maand. Nu is dat al boven de 10.000 SRD. Dat wil zeggen, er waren een aantal mensen die nooit afdroegen. En wat is er ook gebleken nu is dat er binnen de markt er bedrijven zijn die nauwelijks wat afdragen aan de markt, maar wel stroom gebruiken van de markt, water en alle faciliteiten. Terwijl we praten van bedragen die men afdraagt van 50 SRD per maand. En ik ben naar al die zaken komen kijken, zodat ik weet welke stappen we kunnen ondernemen. Want men gaat moeten betalen. Dat moet men weten. Als men niet gaat betalen, gaat men van hier moeten weggaan. Verder wil de minister van regionale ontwikkeling dat het gedoogbeleid binnen de centrale markt moet stoppen. De centrale markt dient niet in de huidige miserabele staat te verkeren. Vandaag heeft de betaling plaatsgevonden aan de verschillende kindertehuizen. Dit zegt Eddy Josefzoon, adviseur van de president. 56 kindertehuizen hebben vandaag hun subsidie ontvangen. President Boutersen gaf eerder deze week te kennen dat het geld spoedig overgemaakt zou worden. Het gaat onder andere om Stichting in de Ruimte, Odoniti, Stichting voor het Kind, Stichting Kinderhuis Samuel, Stichting Prasoro voor het Kind in Nood. Stichting voor het Kind is meerdere malen in de media verschenen, omdat zij de deuren zouden moeten sluiten vanwege financiële problemen. Op enkele punten na heeft de uitvoering van het anti-tabakswet volgens rapporten van het ministerie van Volksgezondheid een vlot verloop. Dit maakt minister Michel Blokland een maand na de implementatie van deze wet bekend. De bewindsman zegt dat zijn ministerie zich georiënteerd heeft om alle kritiekpunten te registreren en erop toe te zien dat de uitvoering daadwerkelijk volgens de wet plaatsvindt. Vanaf 7 juni is door het ministerie van Volksgezondheid het roken op bepaalde openbare plekken streng verboden. In casino's, de disco, op verschillende ministeries, kortom overal in Suriname is het duidelijk zichtbaar dat een sigaret opsteken de gezondheid van derden niet mag beïnvloeden. De voorlichting via de media heeft volgens minister Blokland goed gewerkt en hij merkt op dat steeds meer mensen beseffen waarom deze wet van toepassing is. Laat me zeggen dat de eerste impressie is dat de mensen zich keurig eraan houden. Ja, natuurlijk heb je wat hiccups, maar dat heb je bij elke nieuwe wet die je moet implementeren en die wat restricties dus inhoudt voor de mensen, hun gedragingen. Ga je altijd wel hebben dat een aantal mensen nog moeten wennen. Ja, het is geen kwestie vaak van dat ze niet willen, maar het is gewoon een kwestie van wennen aan de nieuwe regels die er gelden. Maar als we kijken naar de voorlopige rapportages vanuit het veld, dan moet ik zeggen dat de mensen zich aardiger aanhouden. Omdat men ook gewoon ervan overtuigd is dat het een goede zaak is. Vanuit bepaalde sectoren, waaronder de horeca, werd gevraagd naar vrijstelling om de zogenaamde rookhokjes binnen hun bedrijf te plaatsen. Dit is volgens minister Blokland niet nodig in Suriname, dus werd het verzoek afgewezen. Kijk, in Suriname hebben we één voordeel dat het weer meewerkt. Dus als men een sigaretje toch wil opsteken, kan men gerust ten alle tijden naar buiten. Het is nooit zo dat de natuur een belemmering zal zijn, zoals in andere landen waar het soms ijskoud kan zijn als het de winterperiode betreft. Maar in Suriname kan men ten alle tijden naar buiten. Dus dat helpt wel
om die wet een beetje makkelijker door te krijgen, ja. Als rokers hun sigaret willen opsteken, dan kan het wel. Maar dan wel waar de hemel boven het hoofd te zien is, zoals de antitabakswet dat voorschrijft. Zondag aanstaande is het precies een maand geleden sinds de antitabakswet is geïmplementeerd. Aan de hand van de reacties uit de samenleving is gebleken dat de antitabakswet een positieve impact heeft gehad en dat de mogelijkheid nu wel bestaat om rokers te attenderen op hun rookgedrag. Het Human Resources evenement, dat wordt georganiseerd door Organize en Achilles Business Solutions, zal jaarlijks terugkeren, zegt Wendy Mirhai. Mirhai, die Managing Director is van Achilles Business Solutions, is de mening toegedaan dat dit evenement bijdraagt aan het werk van de Human Resource Manager. Het werk van de HRM valt en staat met de medewerker. Dit jaar is het evenement anders ingedeeld. Nou, de feedback die we hebben gehad was dat het tekort was. Vandaar dat we dus nu 3 dagen lang bezig zijn. 4 en 5 juli zijn dus de trainingen, de workshops, de masterclasses. En 6 juli hebben we de beurs. We hebben 6 juli ook nog voordat de beurs start, hebben we nog een 1-daagse workshop. Dat is van Jurgen Rijman. Hij is er nu nog niet, omdat hij op Aruba het filmfestival moet presenteren. Dus hij komt morgenavond. Vandaar dat we dus voor hem wel de ruimte hebben gecreëerd, dat hij dus wel 6 juli de workshop kan geven. Dan gaan we dus naar de beurs. De beurs is in Marriott. We hebben een heel apart tintje aan de beurs gegeven. En daarna hebben we ter afsluiting van het event hebben we een netwerkborrel waarbij de host ook Jurgen Rijman is. Er zijn meer dan 50 inschrijvingen geweest voor dit evenement. De diverse voorstellen vanuit het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwet voor een spaar- en stabilisatiefonds in Suriname worden momenteel nauwkeurig door het ministerie van Financiën overwogen en waar nodig toegepast. Op 11 juni jongstleden werd door minister Adeline Weinerman aangegeven welke wijzigingen reeds waren doorgevoerd en de beoogde doelen met het SSFS. De bewindsvrouw gaf gisteren een verklaring over de voorbereiding. We hebben een aantal vragen in de tweede ronde meegekregen. Die zijn we nog eigenlijk aan het bestuderen en formuleren. En zodra we zover zijn, gaan we natuurlijk weer afstemmen met het parlement om de voortgang te doen plaatsvinden. Er waren natuurlijk een aantal vragen gesteld over de rol van de centrale bank. Maar we hadden ze natuurlijk ook in de eerste instantie al uitvoerig uitgelegd. Er zijn weer een aantal vragen gesteld en die zijn we allemaal aan het bekijken. Samen natuurlijk met alle andere voorstellen en vragen die ze gesteld hebben ten aanzien van de wet zelf. Weinerman benadrukt het grotere belang en verwees naar de positieve invloeden van een spaar- en stabilisatiefonds. De economische crisis momenteel in sommige landen moet voor Suriname een voorbeeld zijn. Dan praat ik niet over consumptieve uitgaven als zodanig, maar stel dat je op dat moment bijvoorbeeld geld nodig hebt om een aantal zaken te doen. Je moet voorzien in sociale voorzieningen. En je hebt een rampen zoals. Bijvoorbeeld, ja. Maar laat me dat over een ramp ook even terzijde, want dat is ook iets dat we nog in discussie hebben. Ze hebben met het parlement. Moet je dat in zo'n spaarfonds opnemen of moet je dat apart opnemen? Dus er zijn nog een aantal discussiepunten met het parlement. En we willen natuurlijk zo goed mogelijk een wetsontwerp hebben. Dus het is goed om het heel goed met het parlement te discussiëren. Na afstemming met de Nationale Assemblée zal de ontwerpwet Spaar- en Stabilisatiefonds verder worden behandeld. Weinerman zegt verzekerd te zijn van een goede afhandeling hiervan. De kinder- en jongerentelefoonlijn 123, die in 2009 in het leven is geroepen, boekt succes. Dagelijks bellen honderden personen, zowel jongeren als volwassenen, om een klacht door te geven of om over een probleem te praten. Jacinta Jongalok Dundas, waarnemend directeur van de kinder- en jongerenlijn, merkt op dat de samenwerkingen die de organisatie het afgelopen jaar heeft gesloten met andere organisaties geëvalueerd worden. Deze organisaties monitoren de cases verder. We zijn nu bezig om onze samenwerkingen die we vorig jaar november hebben gesloten met de partners die ik zo net heb genoemd, om die te evalueren. Dus nu is het 6 maanden. We hebben tussentijds wel geëvalueerd
one-on-one, maar nu zijn we bezig te kijken structureel. Wat ging goed, wat ging niet goed, wat moeten we veranderen? En dat doen we integraal. Dus one-on-one met de partners, dus KJT met iedere partner apart, maar ook aan groep. Met alle 5 partners zullen we zitten om het hele traject te evalueren. Voor dit jaar heeft de hulplijn ongeveer 16.600 gesprekken al binnen gehad. Soms zijn het minder serieuze gevallen die kinderen kwijt willen, maar dan nog wordt er aandacht aan besteed. Jongeren die niet altijd of onvoldoende aandacht thuis krijgen, gebruiken de hulplijn om toch een beetje aandacht te krijgen. Ouders, verzorgers of buurtbewoners die merken dat een kind verwaarloosd of mishandeld wordt, kunnen bellen naar dit nummer. Soms zijn er mensen, de mensen die bellen namens dat kind, zijn soms daar niet eens mee, omdat ze soms toch zoiets hebben van, weet u, ik had gebeld, maar het is mijn buurvrouw, dus laat me het nog even aankijken. We laten de mensen vanaf het begin van het gesprek weten dat de werkwijze van de KJT is, dat als het blijkt dat er informatie is waarbij een kind in gevaar is, dat wij, als je dat nou wil of niet, dat wij daar acties gaan ondernemen. Indien je ons die informatie geeft, want we kunnen geen actie ondernemen als wij niet weten op welk adres we zo'n kind kunnen bereiken, wat de naam is van zo'n kind. Maar als je het ons hebt gegeven, dan kan je niet midden in het gesprek zeggen van weet je, laat maar, we gaan het niet laten, we gaan altijd stappen ondernemen. En wat we dan doen, laat maar beleven bij de case van mishandeling, dan zullen we vaak de politie inschakelen. Alle personen van 6 tot 25 jaar kunnen bellen naar de hulplijn 123. De 20-jarige DR heeft op 1 juli jongstleden een verdelgingsmiddel ingenomen, waardoor hij gisteren in het ziekenhuis kwam te overlijden. Dit zou hij gedaan hebben uit angst voor wettelijke sancties. DR zou namelijk met een minderjarig meisje in een voertuig de Biliton hebben rondgereden en de politie, die gealarmeerd werd vanwege het verdachte optreden, verloor het voertuig uit het oog bij een achtervolging. Niet lang daarna kreeg de politie melding van een over de kop geslagen voertuig aan de Meursweg, waarbij het minderjarige meisje zwaar gewond en bewusteloos werd aangetroffen. Het bleek hetzelfde voertuig te zijn, dat werd achtervolgd door de politie en DR werd daarbij in kaart gebracht. Enkele uren daarna werd DR door zijn vader naar het politiebureau gebracht, waarbij bleek dat hij een verdelgingsmiddel had ingenomen. Het meisje ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Indien in leven, zou DR verweten kunnen worden het rijden zonder rijbewijs, iemand een hulpeloze toestand achterlaten na een verkeersongeval en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Eveneens op 1 juli liepen 2 mannen ernstige fracturen op aan hun bovenbenen toen het voertuig waarin zij vermoedelijk met hoge snelheid reden over de kop sloeg. Verder meldt de politievoorlichting dat de politie van Münder dankzij beveiligingsbeelden 2 verdachten heeft aangehouden die vanochtend een inbraak hebben gepleegd bij een supermarkt aan de Aquariusstraat. Ten slotte wordt aan verkeersdeelnemers gevraagd rekening te houden met wegafsluitingen op een gedeelte van de Benjaminstraat op vrijdag 5 juli van 6 uur 's avonds tot 4 uur in de ochtend en op zaterdag 6 juli op dezelfde uren aan de Dr. Soviretmondstraat. In beide gevallen zullen werkzaamheden aan het wegdek worden uitgevoerd. Bezoek de website stvs.sr voor meer nieuws. Goedenavond.